is niet uw eigen keuken. Nee, dat klopt. Ik woon zelf op de Kaag. In een heel klein huisje met een heel klein keukentje. Maar dit moet er wel af. Kijk, je hebt een heel klein woonkamertje met een heel klein tafeltje. Nou, daar kunnen drie mensen aan. Klinkt een beetje als Madurodam. Dat is het volgende. Ja, ja, een beetje Madurodam. Denk daar maar aan. Geintje. Sylvie Hessel uit Kaagdorp runt sinds kort één keer in de week een thuisrestaurant in het huis van een goede vriendin in Den Haag. Ja, die heeft het aangeboden, want die kookt zelf niet. En die vindt het wel gezellig, al die aanloop van al die mensen. Sylvie is een vrouw van lijstjes. Ik heb alles ook op lijstjes, dus ik kan eigenlijk niet misgaan. Maar ik moet het punt voor punt afwerken. Als ik dat doe, dan gaat het goed. Ik ga toch die kaas kruimelen, hoor. Dat ruikt zo lekker. Maar ik zit te kijken of ik niet kleine dingetjes vergeet. Ik denk dat ik me met de aardappels moet gaan bezighouden. Dan is dat vast klaar. Het is wel een hoop gepland, hè? Gedoe. Daarom heb ik zoveel lijstjes. En intussen vergeet ik de aardappels. Jezus, Mina. Ik ga mijn lijstje nog een keer pakken. Graag. Ik heb eigenlijk alles al gedaan, maar dan doe maar. Maar ik moet nog even dit doen. Ik heb alles al gedaan. Ik ben al drie dagen bezig, meid. Oh, prachtig. Nou, dan gaan we het hakken. Nu al? Ja. Dan zetten we het gehakt in de ijskast. Nou, zo is het wel goed, denk ik. Kijk, de saus heb ik gemaakt. Ik moet op mijn lijstje kijken. Even. Ik voel me net Saartje hier. Van Zwiebertje vroeger. Die deed het ook zo met de hand allemaal. En Malle Pietje staat in de keuken. Malle Pietje staat in de keuken. Van oorsprong is Sylvie bejaardenverzorgster. Ik doe het nog steeds hoor, het werk, maar ik wil dit eigenlijk een beetje gaan uitbreiden, want ik vind het koken gewoon veel leuker. Hoeveel mensen komen er vanavond? Nou ja, inclusief jij en ik, 13 dan. Wat een rotgetal eigenlijk, hè? Ben ik hier dan Sylvie? Ja, dat ben ik. Ik ben Antonia. Wat vindt u van het initiatief? Ja. Oh, nou, lasagne, dat vind ik altijd wel lekker, dus huppatee. Dus vandaar dat ik hier nu ben. En het is niet alleen lasagne, maar ook vier kleine voorgerechten. Ja, dit is verse ricotta met peterselie en bieslook. En zelfgemaakte bonbons. Het ziet er een beetje lullig uit zo. Dames en heren, zou u misschien binnen plaats kunnen nemen aan de tafel? Ja, het smaakt heerlijk. Dames en heren, wat vonden jullie ervan? Lekker!